In Nijmegen-Oost is een nieuwe locatie geopend waar ouderen terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Deel de dag. Hier komen van maandag tot met vrijdag ouderen. We hebben 4 ruimtes. De Orangerie, de studio, het atelier waar we nu in staan. En we hebben een lunch-ontmoetingsruimte en een hele grote gang. En in deze 4 ruimtes gebeuren er allerlei activiteiten gericht op onze speerpunten. En onze speerpunten zijn kunst en cultuur, natuur, empowerment en gezondheid. En van daaruit worden er allerlei activiteiten opgezet. Maar vooral wat de ouderen zelf graag willen. En dit is de 8e en deze locatie is ook wel net wat anders. Wij hebben hier sowieso veel meer ruimte. Ouderen kunnen hier hun menu samenstellen. Er is via Pro Persona gevraagd of ik belangstelling had voor deze organisatie om een dag te delen. En ik heb een gesprek gehad met de leiding. En ik dacht, nou, dat is wel best wel heel leuk om te doen. Je krijgt hier de gelegenheid om je verder te verdiepen. En ik wilde altijd al iets met schilderen doen. En ook met fotografie, om dat weer op te pakken nu ik met pensioen ben. En die gelegenheid die pak ik aan om dat hier te doen. Vanwege de pandemie kunnen ze niet veel ouderen ontvangen. De COVID is natuurlijk wel een probleem, want hier zouden natuurlijk qua ruimte veel meer mensen kunnen komen, maar dat gaat nog niet. En wij hebben nu ongeveer 8 mensen per dag. Medewerkers en een deel van de bezoekers is al gevaccineerd, maar dat lost die beperking nog niet op. Ja, op dit moment nog niet, want iedereen is nog maar 1 keer gevaccineerd. En wij zijn zelf ook, onze beroepsgroep is ook net voor de eerste keer gevaccineerd. Deel van de dag heeft ook een sociale functie. Ik heb mijn werk afgesloten en ik denk ik ga gelijk wat dingen doen eigenlijk. Dat was ik al van plan en via via ben ik hier terechtgekomen.